Zo, beste kijkers, we staan hier in Dorpshuis de S in S, waar van alles te doen is. En langs mij staat Koen. Hi, welkom in uitzending. Ja. We komen eens even hier kijken op wat er allemaal normaal gesproken zijn we dit niet gewend, wat hier allemaal binnen staat. Nee, klopt. Maar vertel eens, Koen. Ja, wij zijn Blaasspellen Knoesjes. Wij bestaan dit jaar 40 jaar. Wij willen dat vieren door middel van het uitbrengen van een cd. We hebben dat 7 jaar geleden ook gedaan bij ons 33-jarig bestaan. Toen hebben we dat... Hebben we ook een feestweekend georganiseerd, heel groots voor het hele dorp, voor jong en oud. We hebben nu besloten om bij ons 40-jarig bestaan een cd op te nemen en uit te brengen. En wij gaan ons 44-jarig bestaan groots vieren. Wederom met een groot feest voor de hele Essen bevolking. Dus, Oké, en dat is dit jaar? Of nee, we bestaan dit jaar 40 jaar, in oktober wel te verstaan. Ja. En over 4 jaar bestaan we dus 44 jaar. Dus dit jaar de cd en over 4 jaar het grote feest. Het grote feest. Ja. En uit hoeveel leden bestaat Knoesjes? Wij bestaan uit 20 musicerende leden. Ja. Bij ons zijn ook alleen de muzikanten zijn lid van de vereniging, zeg maar. Dus ja. Een mooi gezelschap. Ja, van jong naar oud. Dus, ja. En ik begrijp dat dan hier vandaag de cd opgenomen wordt. Ja, we zijn gisteravond begonnen. Gistermiddag hebben we de techniek opgebouwd. Gisteravond hebben we al 7 nummers opgenomen. We gaan er 20 op cd zetten. Dus we hebben nog wel wat te doen vandaag. Dus jullie zijn heel het weekend hier gebivakkeerd? Ja, wij zitten het hele weekend in de S. In S inderdaad. En die cd's gaan in de verkoop, begrijp ik dan? Ja, cd's gaan in de verkoop. Wij houden de cd-presentatie op 11-11-11. Een makkelijke datum voor iedereen om te onthouden. Ja. Ja, wij gaan het een beetje in het thema doen van het welbekende Knoesjes en Friends. Dus wij zullen wel de nummers van onze cd ten gehoor gaan brengen. Aangevuld met wat nummers met zang, zoals het Essen-publiek van ons gewend is. Ja. Goed, Knoesjes en Friends is binnen Essen een begrip. Dat is een avond die wij in het leven hebben geroepen om onze vrienden te bedanken. We hebben een vriendengroep van ruim 200 mensen. Mm-hmm. Die sponsoren ons jaarlijks en daarvoor krijgen ze een aantal dingetjes terug. De verjaardagskaarten, update. Okay. Al dat soort zaken meer. En één keer per jaar bedanken wij die mensen door een avond te organiseren. Ja. En dat is dit jaar op 11-11-11. En dat zal hier gebeuren, denk ik. Zal ook in Dorpshuis S gaan gebeuren, inderdaad. Op een vrijdagavond. En dat zal zoals gebruikelijk een feestje worden, denk ik. Nou, we zijn niet anders van jullie gewend. Nee, leuk om te horen. Dan weet ik zeker dat ook goed gaat komen. Hey, Koen, we gaan zo meteen even de opnames, denk ik, dat we even stiekem mogen filmen, of niet? Ja. Ik denk dat we zo meteen even hier gaan luisteren hoe het allemaal in zijn werk gaat hier. En we zullen even een beetje rond gaan filmen. Is er nog iets wat je tegen de kijkers van Loes of Bosjon wil vertellen, wil zeggen? Misschien? Ja, dat het altijd aan te raden is om 11-11-11 hier te zijn natuurlijk. Ja. Niet alleen om onze cd te kopen, maar ook gewoon om een gezellige avond te beleven. Dus we hopen op een grote opkomst. Nou, helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes wensen met het opnemen van de cd uiteraard. Dat gaat goed komen. En we gaan jullie volgen. Dankjewel. Veel plezier nog en dankjewel. Hè. Komt goed, dankjewel. Zo beste kijkers, dit was vanuit Dorpshuis de S. We gaan zo meteen even kijken hoe het allemaal wat er allemaal ten horen gaat brengen. En ik wil jullie allemaal een hele fijne avond toe wensen. Dankjewel. Thank you.